daar, beste kijkbuisvrienden, vooral biervrienden. Want we hebben de Moersleutelkalender hier binnengekregen. We hebben hem binnengekregen. Ik had er speciaal voor gevraagd. Mijn vriend Aarton, niet Aarton Senna, een andere Aarton, was steeds foto's aan het doorsturen van de bieren dat erin zaten. Hij maakte mij heel jaloers en ik dacht, die moet ik ook hebben, die kalender. En hier is hij dan. Pas op, hier zitten geen 33 centiliter blikken in, of 33 centiliter flesjes. Nee hoor, 440 milliliter blikken. En aan de breedte te zien, kan er ook wel misschien een fles in of zo. Hmm. Kleine fles, 33 centiliter, gaat er ook wel gemakkelijk in kunnen. Heel benieuwd dus. We starten bij nummer 1 van deze Beer Engineer Moersleutel Advent 2023. Natuurlijk starten we niet op de eerste, want we hebben ook onze Mr. Hop kalender en de Beer Republic, welke ik in het Nederlands doe, Mr. Hop, en in het Engels de Beer Republic kalender. Maar het gaat om deze natuurlijk van de Moersleutel. Oké, we beginnen met nummer 1. Eens kijken welk speciaal bier dat nummertje 1 is. Oké. Oh. L1762. Pineapple de la Trois. Dus pineapple, ja, je weet het, je weet het, je weet het, mensen, je weet het. Het is een quadruple IPA met speciale experimentele gist. Dus daar ben ik heel speciaal naar. Advent Special Quadruple IPA. Dus deze gaat heel hoog zijn in alcohol. Een quadruple IPA. Even kijken of ik het alcoholpercentage hier zie ik het rechts staan. 11%. Het is dan natuurlijk ook een quadruple. Oké, heel benieuwd voor deze old school graphics van de Moersleutel deze keer. Heel benieuwd ernaar. Het zijn echte beer engineers. Ze maken heel veel, zoals bij deze. 24 blikken gewoon, verschillende bieren. En vermoedelijk zeer zware bieren. Dus niet voor de faint, hoe zeggen ze dat weer al? De faint of heart. Niet voor kinderen, zouden ze hier zeggen. Dus niet voor mensen die elke dag een pint drinken van 3,7%. Niet doen die bieren drinken. Gegarandeerd, zo zat als een kanon, zo gegarandeerd. Oké. Ja. We gaan het openen, deze. De Experimental Gist IPA, de quadruple. 11% is natuurlijk heel hoog voor een IPA. Maar meestal zijn de ingrediënten dan ook maal zoveel. Hopelijk smaakt hij niet te alcoholisch. Maar dat zal ik jullie direct dan vertellen. Ja, het ziet er heel goed uit. Carbonatie is oké. Mooie tweevingerige schuimkraag. Ja, zeker goed. Ik zie de belletjes naar boven gaan. Dus carbonatie zit zeker vrij hoog. Oké. Zelfs voor een 11% bier, beste mensen. Want 11% is meestal bij zwaardere bieren, zo wil ik het zeggen, heb je niet zo'n grote schuimkraag. Maar dus bij deze wel. Oké, eerst aan de neus. Oh, that's great. Ananas, inderdaad, mensen. Inderdaad, veel ananas. Meer de tropische vruchten. Meer de tropische dingen. Ja. Een beetje perzik. Een beetje sterfruit. Zelfs een beetje appelsien. Mandarinetjes. Krijg ik er zelfs in. Een beetje limoen, want het heeft ook wel dat zacht bittertje precies in zich. Oké, ik ben benieuwd. Ik ga zeker proeven. Proost, beste mensen. Oh, yeah. Maar is gewoon. En die gaat wel heel goed binnen. Oké, ja, ik heb nu wel inderdaad een warm gevoel hier. Ik voel het bier langs mijn keel naar beneden glijden. Ja, dus het is wel licht alcoholisch, maar wat verwacht je dan ook van 11% natuurlijk? Alcohol. Anderzijds, heel mooi bier, maar alcoholisch. Maar heel fruitig. Echt, dat de mango,
de perzik, de ananas. Het is geen session IPA natuurlijk of zoiets, beste vrienden. Maar het is wel een volle, dikke, prachtige quadruple IPA. Een rating. Nu, de ratings gaan wel hoger liggen. Moet ik jullie nu al zeggen, moet ik jullie nu al bekennen. De ratings gaan hoger zijn als in de Mr. Hop. Sorry, Mr. Hop. En de Beer Republic. Sorry. Met de Amerikaanse bieren. Sorry daarvoor, sorry daarvoor. Deze kalender kost ook natuurlijk 2 maal zoveel. Maar dat is een ander verhaal. Je hebt dan ook wel natuurlijk de grotere blikken en heel speciale bieren. Heel complexe bieren vaak. Want ze maken ook veel stouts. Dus ik ben er vrij zeker van dat er in die kalender ook niet enkel IPA's gaan zijn, maar ook heel veel stouts. Wat een prachtig ding is, want ze maken de mooiste stouts ooit, mensen, vind ik dan. Als je van je blubberdikke, kleverige siroop toestanden houdt, vol van smaak, al in een stout, en liefst barrel-aged en zo, dan ben je bij de moersleutel op zijn best, beste kijkbuisvrienden, bierliefhebbers vooral. Oké, een rating, moet het een rating geven? Ik geef er gewoon meer dan 8 op 10, dat is 8,25 voor mij. Ja, 8,25 voor mij op 10, beste kijkbuisvrienden. En ik ga u nog een keer eens zeggen, een bier per dag review ik voor jullie met een lach.